Yo boys, top dat ik kijk naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten wij op een Fortnite Battle Royale. Jongens, ik weet het, ik heb geen facecam, sorry daarvoor. Maar ik wou jullie eventjes een update bekendmaken van Fortnite. Het is een gratis game, jongens. Jullie kunnen hem overal op downloaden. Jullie kunnen hem op de PC, PS4, overal op downloaden. Xbox One kan ook nog zo. Maar jongens, kijk, we kunnen deze game even een nieuwe update. Dus zoals je net zag, zag de lobby in één keer heel anders eruit. En ja, ik denk voor jullie, ik ga voor jullie even een potje spelen. Ik wou dit eigenlijk altijd wel livestreamen, maar ja, dat is ook wel gelukt. Maar binnenkort komt er met webcam. Maar ik dacht, nu ga ik een potje voor jullie opnemen. Dat ik gewoon eventjes iets voor jullie op ga nemen. Dus jongens, ik wil even zeggen dat er een nieuwe game mode is in, of nee, geen nieuwe game mode, dat het gewoon echt compleet nieuw is ofzo. Kijk, want ik weet niet of hij... Ja, nee, ik kan het nou niet zien. Maar kijk, hier linksboven. Of hier rechtsboven. Zie je nou dit staan? Dat is coins of zo. Ik weet niet of hij dat krijgt als je gewonnen hebt. Of wat dan ook. Maar jongens, dit is een nieuwe update van dit spel. Het is een gratis game, nogmaals. Dus jullie kunnen hem allemaal downloaden, jongens. En ja, voor mij zal dit een snel potje zijn. Misschien ga ik snel af. Misschien ga ik niet snel af. I don't know, jongens. Please hope dat ik een beetje... ver kan komen. Jongens, ik ga gewoon eventjes... ja, ik zeg iets te veel, jongens, alweer. Sorry. Maar ik ga daar vandaan die boerderijfarm daar ook. En ik jump er nu even uit, jongens. Ik zeg alweer, jongens. Kel, ik moet er echt mee stoppen. Ik speel dit op PC, dus als jullie denken van... Floris, waarom geen PS4? Ja, ik vind Fortnite niet echt lekker spelen op PS4. Je kan sneller wapens reloaden. En... of niet, wapens reloaden, hou op. Wat voor mij dan? Nee, je kan als je gaat scrollen, dan ben je heel snel bij je wapens en zo. En ja. En ik zag net helemaal twee mensen, dus ik ben gelijk van apropos af van. Kak! Ga ik dit potje nog wel een beetje goed spelen? Ja, ik hoop het wel. Niet dat ik gelijk afga als een dikke banaan. Oké, daar ligt in ieder geval al wat loot. Maar in ieder geval tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris, al was dat had ik al gezegd. Maar ja. Ik ging een beetje snel door intro heen. What the fuck? Oh, oké. Okay. Oh, let's go, shotgun. Let's go. Oké, pap, 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 pap. Dat was niet de bedoeling, sorry, boy. Ik wou dat drankje op drinken. Oh, let's go, M16. Let's go, jongens, kijk. Nu mag ik wel, jongens, hè? Nee, kijk. Nu zijn ook een beetje de kleur van de wapens veranderd. Dus, let's go. Ben je heel serieus? Oh, kak, ik moet mee... Hè? Oh. Nou, het is helemaal veranderd. Ik merk serieus dat het helemaal veranderd is. We zitten in een cirkel, let's go. Kijk. Midden in de cirkel, let's go. En we gaan hier een beetje... Ik ga hier gewoon sowieso even een beetje campen. Oh mijn god. Ja, jongens, ik druk de hele tijd op F, want daar had ik eerst mijn settings altijd staan. Zo, ik zet dit even zo hier neer. Zo. Hartstikke mooi. Oh, ik moet nu op Q drukken, want dan gaat het helemaal fout. Ik moet even de instelling nog doen. Ik start serieus net deze game op en ik zag deze nieuwe update. Dus ik dacht... Floris, dit moet je op gaan nemen. Zonder webcam of met webcam, maakt niet uit. Gewoon opnemen. En ja, vandaar dat ik dit nou gewoon opneem. Dan, ja, dus daarom, ik heb ook geen camera aangezet. Ik ga deze ook gewoon gelijk uploaden. Ik edit hier eigenlijk gewoon helemaal niks in. Maar ja, in ieder geval. Ja, dit is in ieder geval de nieuwe update. Dus dat weten jullie dat vast. Dit kan niet. Dit kan literally toch niet. Hier lag dat zo net niet. Of vreemd is dood gegaan. Ik hoorde niemand lopen trouwens in mijn... Alweer... Huh? Wacht. Hè? Hoe kan... Wait a second. Hoe kan hier nou in één keer allemaal dingen liggen? Ik heb het zo net toch allemaal geloot daaronder, of niet? Nou, in één keer jongens, heb ik ook een... Een gekke M6 of een snipertje. Waarom ga ik deze nou niet gebruiken überhaupt? Nou jongens, of, jezus, oké. Ik ga niet te veel oké jongens zeggen, want dat is gewoon mijn faalpunt in de hele YouTube carrière. Oké, jongens. Ik zweer, ik trap mezelf elke keer op en dat is gewoon 10 keer niks. Oké, we lopen nou lekker door. En ik hoop dat we even enemies kunnen spotten, dames en heren. Ja, ik hoop het eventjes serieus. Dat is een nieuwe update. Ik denk, ik wil nog sowieso even een killetje maken. Ik ga maar achter deze bush-bush-struikje zitten. Ja.
Maar ik hoor geen schoten. Ik weet niet of ze allemaal al een beetje dood zijn. Of ze zijn allemaal al weg. I don't know. I don't freaking know. Maar... ja, ik zit midden in een cirkel, dus... ik wou het bijna weer zeggen. Maar dan... dus dan blijven we gewoon even lekker wachten. Naar mijn mening. We kunnen ook niet doodgaan. En zo. En ja, het werkt gewoon. Het werkt gewoon. Als wij gewoon niet doodgaan, tenminste. Totdat we in één keer weer van achter worden beschoten. Dat is altijd bij mij, hè. Ik krijg altijd een kant op. Dan word ik altijd beschoten gewoon. En dan ga ik dood. En daarachter dacht ik dat er iemand liep, maar dan liep helemaal niemand. Ik dacht dat daar even iemand liep, maar daar kwam dat ding daar. Ik weet niet of je hem kunt zien, de ding. Precies met een rode puntje. Ik dacht dat daar toen iemand liep, maar oké. Voor nu zie ik niemand. En dat vind ik helemaal mooi. En dan hou ik de deur ook mooi lekker dicht. En ook de achterdeur. Die ik ook openstaan. Hartstikke mooi. Dat kan ik zo meteen horen aankomen. Dat is echt super chill. En ik zet de muziek even voor mij even iets harder in mijn headset. Want dan kan ik ze echt horen aanlopen. Dan kan ik ze een beetje van achter beknallen. En dat is natuurlijk wat je wil, of niet? En even keihard beknallen. En daar is een ding uit. Dat hoort niet. Ja, we gaan eens even reloaden. Maar oh mijn god, deze update is sick hoor. Ik zweer, er zijn heel veel dingen wel vernieuwd. Kijk, want eerst zat hieronder... oh mijn god, ik druk dit erbij. Hieronder zat eerst dit. Dus nu zit dat hier. Maar eerst zat dat hieronder. En dit zat eigenlijk hierboven. Maar ze hebben het nu een beetje... ja. Veranderd. En ik vind dit niet leuk wat ik zo net hoorde. Er is iemand links van me. Ik zweer... als ik deze deur open ga, ik knal hem helemaal kapot. Ik zweer, ik ga hem echt kapot knallen hoor. Ik zweer, deze kerel. Ik kom hieronder bij mij lopen. Hij loopt nou daar ongeveer. Ik weet niet, maar ik blijf hier campen hoor jongens. Ik blijf hier campen. Hij is binnen. Kijk helemaal rechts van je scherm. Hij is binnen. Kijk helemaal rechts van je scherm, dus kan je door de muur heen kijken. Dan kan ik zien wanneer dit eraan komt. Jongens, kijk links van je scherm. Of ja, links, rechts bedoel ik. Oh mijn god. Kijk, daar komt hij aan volgens mij. Ja. Oh, fuck. Wat? Nee, nu hoeveel korrels had die kerel? Die kerel had zoveel geluk. Wat, joh? Nou, jongens. Dit was het potje. Geen één kill gemaakt. Maar jongens, kijk dit. Dit is compleet vernieuwd. En een tegenstelling van die andere. Toen zag het er heel anders uit. Maar ik ben bij level 2. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ja, ik heb die kerel gered. Maar kijk, jongen, je kan naar lokken gaan. Dan zal ik ook even de specificaties even een beetje uitleggen. Wat er nu allemaal nieuw is. Je hebt nu een lokker. Had je eerst niet. Je kan nu je parachute uitkiezen. Welke je wil. Je kan deze parachute kiezen. Of je kan deze. Ik heb deze aangeklikt. Vind ik wel lachen. Je kan tools. Maar je kan nog meer tools halen. Zoals je hier. Kan je tools doen. En je kan nog... nou, blijkbaar kan je dat kopen dus. Van die punten. Dus je kan je camel op je freaking dingen doen. Je kan een nieuwe outfit kiezen. Je kan een lucky tool. Ja, nou, in ieder geval nog eentje van deze in ieder geval. Nog eentje, maar dan een andere. En die komt dan hier zo bij te staan. Dan kan je die aanklikken. Dan kan je dus verschillende pickaxes eigenlijk kiezen. Je hebt ook verschillende outfits. Let's go. Ik weet niet of dat met Halloween te maken heeft of zo. Dat deze outfits er nou zijn. I don't know. Maar Session Shop komt eraan. Start. Ik heb 5 places tot 25. Nou, ik ben 5 keer tot 25 geworden dus. Dit is nog met de andere voor de update heb ik ook gespeeld natuurlijk. En heb ik ook wel gelivestreamd. Daar telt dit ook bij op. Dus niet dat ik net in één keer zoveel heb gedaan. Maar ik heb 1 keer gewonnen, jongens. Ja, maar dat was wel met een team van 4. Zoals squad. Oké, je hebt leaderboard. Nou, je ziet wie de nummer 1 is. Zijn er nou zoveel nummer 1? Oh, die zijn rank 1. Oh mijn god. Nou, niemand heeft nog gewonnen hier in deze hele lobby.
van 10. Nou, oké. Okay. Nou, dit moet misschien nog geüpdate worden. I don't know. No solo. Ja, nou, dan heb je hier de leaderboards. Nou, maar top. Ik sta hier ook ergens onderaan of zo. Nou, sorry. Oh, dit zijn die dingen dus. Jongens, jullie kunnen geld uitgeven voor dit spel. Ga je toch nog een keer geld uitgeven voor een spel? Nee, ja. Dit is net zoals bij Black Ops 3 Gold Points. Maar er zit een V van V-Buckets. Ja. Ik haal dat serieus hier vandaan. Nou, dit is in ieder geval de update. Ik vind het een gekke, sick update. En ja, je kan hier kijken van mijn vrienden. Maar ja, ik heb met 2 vrienden op de PC. Ja, met hen speel ik heel vaak samen op dit spel. Maar ja, dit is dus gewoon de nieuwe update. Er zitten allemaal pompoentjes. Dus ik denk dat deze achtergrond zo meteen wordt veranderd naar iets nieuws of zo. Nieuwe achtergrond, want nieuws Halloween. Dus ik vind het wel grappig met deze kaarsjes allemaal en Halloween poppen. Maar dit is gewoon de update. Ik heb even een stukje gespeeld voor jullie. Ik ging helaas niet goed. Want ja, ik werd weer afgeknald door deze halve dikke debiel. Nou, dat kan wel eens gebeuren, hè. Maar ja. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Als je deze video leuk vond, geef dan sowieso even een like. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En in Engels. We komen er binnenkort weer een video sowieso aan mijn webcam. Sowieso, want dit was even eentje snel even een ding vanwege de update. Maar jongens, ik maak het nou niet meer te lang. Tot de volgende keer bij een nieuwe video met webcam. En het is heel hard zonder webcam te praten. Of ja, een video te maken zonder webcam. Maar oké, dat was het. Tot de volgende keer. Nu weten jullie van de nieuwe update. En ja, tot de volgende keer jongens. Later.